De Westhoek, een uithoek. De mensen leven hier goed, naar eigen zeggen. Goh, ik kan eigenlijk geen klaar. Ik heb nog geen mening over. Nee, voel ik me hier goed. Het is hier prettig wonen, kom ik niks tekort. Vooral de verbinding naar scholen toe en autobussen, bijlbussen, is jammer dat er daarop wel bespaard wordt. Ja. U heeft dat zien achteruit gaan? Dat gaat achteruit, ja. Ik hoor dat ook van chauffeurs van de lijn zelf, dat dat echt een groot probleem is. Het is juist de bijlbussen, maar voor de rest staan hier niks. Hè. Nee. Maar ja, maar ik gebruik geen openbaar vervoer. Dat is mijn openbaar vervoer. Ah, openbaar vervoer. Dat is dus toch een pijnpunt. En het is blijkbaar niet het enige. Ik geef het voorbeeld, Proximus. Een overheidsbedrijf tot nader order, 51% federale overheid. Wij hebben hier plaatsen op dit grondgebied, vooral in Krombeke, een kleine deelgemeente van Poperingen, waar het bereik voor mobiele data, voor mobiel dataverkeer, heel beperkt is. Dat brengt bijvoorbeeld thuisverplegingsdiensten in de problemen. Ja, dit is tegenwoordig een basisnood, een basisvoorziening. Leg de lat gelijk voor iedereen. Dat hoort bij een goed plattelandsbeleid. Maar het probleem ligt eigenlijk veel fundamenteler. Het heeft te maken met geld, met inkomsten en uitgaven. Het grote probleem in een landelijke regio, die de Westhoek toch wel is dat eigenlijk er te weinig mensen wonen. Hè. Er wonen hier in deze 18 gemeenten een 220.000 mensen op een heel grote oppervlakte. Door die grote oppervlakte hebben ze wel enorm veel investeringen. Heel veel wegen die moeten onderhouden worden, grachten die moeten onderhouden worden, bermen die moeten gemaaid worden. En dat komt allemaal op de kap van een lokaal bestuur waar toch ook niet zodanig veel ambtenaren kunnen werken, net ook omwille van het gebrek aan middelen. Ik denk dat eigenlijk de verhouding stilaan scheef zit. We hebben 6500 hectare. De gemeente is zo groot, is heel groot. Duns bevolkt van Hans Vlaanderen, 3300 inwoners, 4 kernen, 4 kerken. Ook heel wat openbare gebouwen die beschermd zijn, die moeten worden onderhouden. 150 kilometer gemeentewegen, dat is praktisch ondoenbaar met wat we vandaag uit het gemeentefonds ontvangen. En zeker de fiscale inkomsten zijn ook maar naar van hand. Het gemeentefonds, dat is de geldpot van de Vlaamse overheid om de steden en gemeenten financieel te ondersteunen. Dat gemeentefonds is niet eerlijk verdeeld, vinden de burgemeesters van de Westhoek. Er zijn twee soorten Vlamingen. Zij die veel subsidie krijgen en zij die geen krijgen. Wel, gemiddeld zal elke plattelandsgemeente van de Vlaamse overheid heel weinig subsidies krijgen per inwoner. Dat is een vaststelling. Men voert het debat daar niet graag over. Waarom? Wel, omdat zij die hebben, omdat zij niks zouden kunnen of zouden moeten verliezen. De verhouding is niet correct. Verhouding bijvoorbeeld ten opzichte van Antwerpen, waar een inwoner van Antwerpen vandaag 1400 euro per inwoner krijgt, krijgen wij, we zijn nog bij de gelukkigen, een goede 400 euro. Dus die verhouding is toch wel scheef getrokken. De landelijke gemeenten willen dus meer geld uit dat gemeentefonds. Maar in plaats van geld kregen de meeste van hun inwoners 2 weken geleden een bar slechte mobiscore, omdat ze zo landelijk wonen. Het is de wereld op zijn kop. De Vlaamse overheid heeft jaren aan een stuk bespaard op diensten. Ook de federale overheid, diensten zijn gekrompen, zijn weggetrokken. Het openbaar vervoer is nog een fractie van wat het vroeger is geweest. En dan gaat diezelfde overheid die die besparingen doorvoert, dan gaan zeggen, we gaan u punten geven aan uw woning op basis van waar wij op bespaard hebben. Ja, wij vinden dat gewoon schandalig. U kunt zich de vraag stellen, hebben wij allemaal binnen handbereik een zwembad nodig, een theater? Groot sportterrein. Mensen zeggen, we hebben dat niet nodig. We hebben een bakker, we hebben een beenhouwer, we hebben alles wat we vandaag eigenlijk echt nodig hebben bij de hand. Maar dan zo'n slechte score krijgen, ja, en vooral dan nog allusie maken dat daar fiscale maatregelen zullen worden aangekoppeld, dat maakt het helemaal verkeerd hier. Eén ding is duidelijk, de toekomstige Vlaamse regering moet eens wat meer naar de Westhoek kijken. Ze kan er misschien eens op bezoek gaan. Waarom niet met de bus?